Ruben, ik wou toch even jou beginnen een vraag te stellen, ondanks dat je heel druk bezig bent. Geen probleem. Ik begreep dat jij een soundtrackje had geschreven voor een afstudeerfilm, als ik me niet vergis. Klopt dat? Wat? Dat jij een soundtrack hebt geschreven voor een afstudeerfilm of voor een film? Klopt dat? Ja, ik heb er wel eigenlijk niet geschreven. Een nummertje voor gemaakt. Een nummertje voor gemaakt. Ja, want de vraag is even, wat is jullie, stel maar allebei, favoriete filmsoundtrack? Er zijn er wel wat. Wat ik een hele goede vind, is hoe heet die? De Quentin Tarantino. Superfly. Hè? Absoluut. Dat is een gemeenschappelijke favoriet. Ja, onder andere. Er zijn zoveel goede dingen. Veel goed, maar dat is zo de ene wat ik wel denk van, ja, dat vind ik echt wel helemaal. Wat vind je daar bijzonder aan? Of wat vind die sfeer, hoe dat in de muziek ligt eigenlijk. Dat vind ik echt wel. Dan met de film samen, dat is geniaal. Eigenlijk hetzelfde was veel van die Tarantino-films, wat daar eigenlijk dat is ook heel de muziek perfect bij de film past en waar daar meestal de muziek achteraf eigenlijk ook nog. Hoe heet je met Pam Grier, die film van Tarantino? Weet hem nu weer? Wild at Heart? Nee. Oh nee, ik ben even in de war. Dat is David Lynch. Ja, dat is David Lynch. Jackie Brown, ja. Dat is ook nog een goede man. Dat is. Ja. En jullie... dat weet ik nog heel goed, Pulp Fiction, toen ik die gaan zien ben. Dat was ook mijn vrienden. Ja. En we hadden er wel over gelezen, over de aankondiging van die film. Maar ik wist helemaal nog niks van hoe en wat en die soundtrack. En het begin van die film met Mizzelou van Dick Dale. Wij stonden echt letterlijk in onze stoel in de cinema te surfen. Dus dat was de max. Als je zeg maar een van die films zou pakken van Tarantino bijvoorbeeld. En je zou een van de nummers van jullie zelf er ergens in mogen zetten. Hebben jullie dan een nummer waarvan je zegt, nou dat zou ergens kunnen werken in een van die films? On My Knees van ons, dat is zo perfect. Dat zou er veel kunnen, denk ik. Zo, ja, het is dat. Maar On My Knees, dat is echt zo... Nee, dat is het riffnummer. First Days zou ook kunnen. Is dat niet First Days in de film ook al? Dat zit in dingen. Ah nee, in een videogame zit dat. First Days. Autogame. Okay. Ja. Maar hebben jullie tijdens het schrijven wel eens dat je bijvoorbeeld een sfeer probeert duidelijk te maken aan elkaar middels dat je visuele termen gebruikt? Of zien jullie dat zelf niet zo? Of zijn er bepaalde dingen los van de muziek die jullie erbij halen om het een beetje aan te sterken? Dat komt automatisch of dat komt niet of zo. Weet je, als je een nummer schrijven, gebeurt soms uit een soort visueel beeld van iets en dat je dan beschrijft en dat dan daarna evolueert in iets anders of niet. Maar dat is meestal nooit echt bewust van, nou ga ik eens dat beschrijven of zo. Maar heb je dat soms als je achteraf misschien een nummer terughoort, dat er dan juist wel momenten op zijn waarvan je denkt, oh dat was misschien, valt wel terug op een moment te plaatsen wat je visueel ooit meemaakte? Of is dat... Ja, soms wel. Zo. Sommige nummers krijgen ook misschien een andere betekenis naarmate de tijd verloopt. Je schrijft dat soms in een bepaalde headspace en in een bepaalde sfeer met een bepaalde achterliggende gedachte, maar dat kan ook evolueren door de jaren heen, dat soms ook van toepassing is op andere situaties. Mm-hmm. En dat is zelfs op het moment dat je een nummer uitbrengt, is dat soms ook voor iedereen persoonlijk een heel andere interpretatie. Dus dat is het mooie eraan juist, dat dat misschien voor mij iets helemaal anders betekent dan dat voor iemand anders kan betekenen. Zijn er bepaalde fases in jullie, zeg maar, tussen bedrijven door dat jullie op zijn productiefst zijn als het gaat om schrijven? Is dat een doorlopende... Bij ons is dat dikwijls, allee, dat hangt er echt vanaf hoe dat wij repeteren en zo. En als we echt een goede repetitiedag hebben, dan vloeit je dat uit en dan is dat, gaat dat heel snel. Maar er is niet, echt zoiets van dat dat op zo'n manier moet gebeuren dat het dan het beste zou gaan. Maar ik geloof daar ook niet in. Allee, dat komt gewoon op het moment en die magie tussen ons drie is er wel. Dus, maar hoe vaak repeteren jullie bijvoorbeeld? Dat is met periodes meestal. Zeker als we aan een plaat werken. We hebben nu heel intensief, de 3 maanden voor we gingen opnemen, heel intensief gerepeteerd. Soms heel de week gewoon. Dat we, zoals een voltijdse baan. Wij gingen naar ons werk en dat was van 10 uur beginnen repeteren tot 6, 7 uur. En dan werkt dat wel, omdat je dan in een zeer geconcentreerde staat zit of zo. En dan ook voor teksten schrijven of zo. Ik schrijf door het jaar ook gewoon stukken tekst als ik over dingen eens nadenk of zinnen hoor in films of je leest die.
Maar tijdens die productierepetities dan gaat het wel nog beter, omdat je dan intenser daarmee bezig bent. Dat is wel cool. Maar dan neem je die bagage in feite mee van het hele jaar door. Die spaarpot neem je mee naar de repetitie. Absoluut. En dat zijn soms zijn dat zelfs dingen van 10 jaar uit. Ja. Dat wij voor de nieuwe plaat zeker dat wij zo een nummer hebben, wat wij eigenlijk vroeger al speelden live. En dan toch niet op de plaat geraakt, ook niet op de tweede plaat. En dan daar Ruben ermee afkomen. Zo van, ik heb daar een beetje een tekst op gemaakt en nieuwe dingen. En dan zijn we dat gaan herwerken. En nu komen we waarschijnlijk wel op de plaat. Dus.